Ik heb de eerste badge al. Paddy heeft de eerste badge al. Welkom bij een gloednieuwe stream. Het is lang geleden voor mij. Paddy is lekker druk bezig met zijn hardcore generations. Net als Nando. Ze zijn tegelijkertijd bezig. Zijn jullie eigenlijk allebei live of is alleen Paddy live? Ik ben ook live. Nice. Dus ik ga vandaag pakketjes openen. Wow, triple life, inderdaad. We gaan shiny spoelen. Volgens mij zitten geen shinies in deze set. Maar als het goed is, hebben ze nu wel de zilveren. Hey, nice, thanks. Voor de subby. 29 maanden al, god. Rotse vlot. Ik ga van die Pokémon pakketjes openen. Maar als het goed is, hebben ze nu toch de line art naar zilver veranderd, net als in Japan. Ja. Oh, gelukkig. En ze hebben nou ook voor... Het heeft maar 27 jaar geduurd, ja? Andere Pokémons. Voor Pokémons die niet heel veel voor ze hebben, ze ook gewoon leuke art, zoals Ryobi. Oké. Echt een hele leuke art. Ik weet niet of je die gezien hebt. Nee, ik heb nog niks gezien. Alleen die kaart die jij net stuurde. Verder heb ik nog helemaal niks gezien. Want die riolen heb ik ook niet. Vind ik echt heel leuk. Nee, Sander snap ik hoor. Ik bedoel, ik ben de hele tijd niet live geweest. Ik ben benieuwd of ik de riolen krijg. Ik hoop dat je vandaag wat goed spoelt. Ik hoop het ook. Het is in ieder geval, het zijn vette arts op de pakketjes. Bijvoorbeeld deze Gyarados, die met een kroontje erop. Wow, ze hebben de pakjes veranderd. De plastic. Ja. Wat stugger dan mijn idee. Ja, veel stugger. Is het beter dus? Nee. Nou, misschien moet ik eraan wennen. Ik ga er nog geen oordeel over geven. De card trick is anders. Ja, je moet nu voor mij 3 doen. 3? Ja, holy shit. Jij zegt ook niks. Oh, boyo. Zo dan denk ik. Dit is gewoon echt streamception. Nee, ik heb het helemaal verneukt volgens mij. Ja. Maar in ieder geval, hier heb je een basic energy. Oh, ik vind nou al die outline zoveel beter. Switch, Fuecoco. De eerste gen 9 Pokémon die ik pool. Tropius, Pokéball, Expecher, Stonejourner, Penny, Reverse Holo Spupa, Rare Candy en een Arbeliva. Holographic in ieder geval. Oh, dat ben ik vergeten te pakken. Hoesjes. Die zijn heel belangrijk. Ja, nu heb ik jullie om de video die op YouTube komt te entertainen. Oh, wacht. Huh, er zitten 2 reverse holos in deze set? Ja. 2 reverse holos in 1 pakje? Ja. Zie. What the fuck? Oké, dat is wel nice. Ik heb al heel lang geen Nuzlocke gedaan. Volgens mij is hij level cap 12 in gender. 15. Holy shit. 12 zijn de 2 Q-dudes. No special is 15. Yo. Meteen ruig. Oh. Ja, daar houdt Nando wel van, meteen ruig. Ja, zeker. Ja, ik ben het wel met je eens, Jordi, dat de zilver mooi bij de foiling zit. Oké, dus nu is dit card trick 3. Oké, dat is even wennen. Het vette is de reverse holo blijft voor alle Scarlet en Violet sets die er komen, blijft die zo. En ik vind dit best wel een vette reverse holo. Eigenlijk moet ik even naar de energy kijken. Nee, ik heb het weer niet goed gedaan. Het is ook niet 3. Nee, er is gewoon geen... Er is volgens mij geen card trick. Ja, misschien als je 1 voor 1 doet. In plaats van alle 3 tegelijk. Ik ga straks heel even checken wat we moeten doen qua card trick. Dit is in ieder geval de basic energy. Energy is niet heel creatief. Houndour, Drifloon. Als je scherp stelt, is dit.
Hoe heet deze Pokémon ook alweer? Sitadel. Ja. Faroom. Espartera. Arvin. Kekchern. Vivian Reverse Holo. Wetro Reverse Holo. En Armourouge Holographic. Dit is wel een vette kaart. Armourouge. Oh, maar die heb ik geen eens gepoeld, godverdomme. Nee. Die ziet er wel heel ziek uit. Heel ziek, eng, zelfs. Ja. I like it. Ik ga gewoon eens eventjes één pakketje ontleden. Ik ben nu al steeds meer aan het wennen aan deze verpakking. Dan is dit zo'n heel goed pakje, weet je wel. Echt met de top 10 kaart. Ja, waarschijnlijk. Oh, de card trick is 1. Nee. Jawel. Achteraan zit de energy, dus die zet je dan vooraan, zeg maar. Oh. Ja, ga ik doen, Jordi. Basic energy, Rotom, Pelpad, Flabébé, Toxel, Medicham, Waxwell, Cyclosar, Reverse Holo Celicobra, Reverse Holo Dolph en Dondozo. Ook al holographic. Ik heb alleen nog maar holographics. 3 achter elkaar. Zit er in elk pakketje een holographic? Zal heel goed kunnen. Wauw. Heb ik niet echt op gelet eigenlijk. Volgens mij doen ze dan echt die Japan kopje. Volgens mij is dat in alle Japanse sets ook zo. Jongens, ik moet een naam hebben voor een Inkada. Je krijgt natrium etoxide. Hier, Ing. Welke Pokémon? Inkada. Inkada, noem hem. Skinny. Oh. Skinny, goede naam. En Griekse AI. Top. Yo, als je het in de box doet, dan. Shedinja is toch zijn skin, zeg maar. Ah ja, dat is wel waar, inderdaad. Omdat hij shed zijn skin en daarom heet hij Shedinja. Magikarp. Magnemite. Taruntula. Pokémon Catcher. Mezagoza. Drifblim. Defiance Band. Reverse Holo Graveheart. Mareep. En Koraiden Holographic. Er zitten dus in elk pakje een holographic in deze set. Paddy, we deden met species calls, toch? Hoe bedoel je? Volgens mij wel. Ik heb op route 1 een Wurmple gevangen en ik vind nu in de bos een Cascoon. Ja. Yeah. Dus dan hoef je die niet per se te vangen, toch? Nee, dat is gewoon een dupe. Oh, oké. Matige Koraidon, inderdaad, want Miraidon is wel vet. Ik vind Koraidon echt heel vet. Ik vind Koraidon ook cooler. Oh. Basic energy. Je bent in de minderheid, Milan. Ja, ik weet het, want dat vindt volgens mij Sander ook. Ralts, Growlithe, Shuppet, Dendemouse, Toadscool, Krul. Mousehold, Mathies. Fatality Band. Reverse Holo Krogunk. Pokeball. Oh, wow, yo! Wat heb je? Een Arcanine EX. Met een fucking vette art. Oh, die ziet er echt heel ziek uit. Die ziet er ook heel awesome. Yo. De goat. Deze lijkt shiny, maar ik weet het niet zeker. Nee, voor mij zitten er geen shinies in deze set. Nee, ja, dat is ook. Thanks for the follow. Nice. De hele bende komt hier. Dat zal Jordi heel erg leuk vinden. Jordi, 3 keer raden wie er bij mij in de chat is. Oh, ik weet het. Thanks for the follow. ja, dit ziet een beetje apart uit dat ik nu stream, terwijl jij streamt. Ja. Ik ging de hardcore Nuzlocke doen met Paddy. En tegelijkertijd is Milan aan het openen. Milan, ga maar door met openen.
Ja, ja, doe ik ook. Ik ben heel eventjes de Arcanine een keer aan het show. Mag ik prijzen zeggen, Milan? Ja. Die Arcanine die gaat voor 13 euro. Oké. Het is wel gewoon een vette kaart. Klopt. Want jij had er eentje van 30 euro. Ja. Maar de alternative art van die kaart voor mij... Ja. Yeah. Dat is het duurste. Echt? Okay. Ja. Uit die ene Japanse set die wij met Oud en Nieuw hebben geopend, daar had ik de duurste, toch? Ja. Die in die set zit. Ja. Nice. Hallo Bradley. Dag, ik koop gewoon leuk voor Milan even een Japanse set, weet je wel. Zou die vast wel leuk vinden. Ja. Poelt die gozer even uit 3 pakjes de duurste kaart die erin zit, hè? Ja. Wat een 3 pakjes of 5. Energy, Clauncher, Dolph, Quaxly, Ponyard, Tatsugiri, Nestball, Pachirisu, Reverse Holo Flittle. Oh mijn god, een... Oh mijn god, huh? 2 EX'en? Oh, dat is wel ziek. Spydops, dat is een alternate art. En Koridon EX. Hoi Isa. Yo. Ja, er zitten heel veel best wel alternative arts in deze set. Ja. Yeah. En dan die kan spider ik is echt vet. Die spider is echt een vette kaart. Hier! Oh, die... What the fuck, die spider is ook een secret rare. Lol. Nice. Zo, ik ben een Dewford. Ik ben nu bijna een bos uit. Hier toch ergens een vishengel krijgen. Zijn die Spydops of die Koridon nog iets waard, Paddy? Die Spydops volgens mij een eurotje of 5, dacht ik. Mm-hmm. Ik heb het over te zeggen, want ik had hem ook gepoeld. Oh. En die Koridon, weet ik niet, want die had ik niet gepoeld. Wel de normale. Maar Koridon EX, nee, 1 euro. Ah, sad. Die kan wel uit de Hardsleep dan. Jij bent de Hardsleep niet waard. Inderdaad. Eindelijk. Level cap is 19, oké. Okay. Goed, volgende pakketje. Psychic Energy. Smoliv. Primeape. Palmy. Taruntula. Toxtricity. Grokalor, Merk, King Gambit, Rufflefroom, Gyarados EX. Dit is ook een hele zieke kaart, maar ik weet ook niet of die iets waard is. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als die Arcanine, maar dan niet... Maar die Arcanine is alternate art. Ja, deze niet. Ook een euro. Oh, nou, die Koridon en die Gyarados hoeven niet gesleeved te worden. Of gehardsleeved te worden. Die andere Gyarados, die alternate art, die is 15. Wauw. Ik ga hier eens even een repelletje aan. Inderdaad, het is een Water Onix. Inderdaad, Jordi. Water Onix, heel ziek. Een Water Onix met een waterhoedje. Sorry. Wat hier is ook een leuke Pokémon tegenkom. Ik hoop op een Aeron. Een Aeron. Oké. En basic energy. En ik zie glimmertjes, dus waarschijnlijk komen er zo glimmertjes. Ja, maar dat zag ik ook heel glimmer. De tijd. Want die borders die glimmen ook van de zin. Yeah. Zijn je aan het pranken? Starly, Flittle, Shroomish. Hé, je wou toch een Shroomish? Picnic Basket, Bombeardier, Hypno, Stonejourner. Picnic Basket en een Slowbro. Wauw. Ja, ik zei het je toch. Ik zie al dat die holographics... dat er in elk pakje een holographic zit. Dus dat die niet zo heel boeiend zijn. Dat is wel wat minder. Nou ja, ik op zich... Weet je, je bent wel altijd... Zeker voor kinderen, zeg maar. Je weet in ieder geval altijd zeker dat je een glimmende kaart hebt. En dat is voor kinderen gewoon leuk, zeg maar. Dus ik vind dat... Volgens mij deden ze dat in Japan altijd al. Dus ik vind het op zich niet heel wow. Yo, Pokeweep. God, hoe
heet deze game? Nou, lijkt me sterk, Pokeweep, als je al geen Nederlands spreekt. Lijkt me ook sterk. Een sterk staaltje Opel. Oh, het is allemaal 10 tot 11. Kijk, het was 15 toch? Ja. Weet je wat ook een voordeel is? Er kan niet zo'n rare V-star kaart inzetten. Zo'n energy, V-star energy. Oh, ja, ja, ja. Water energy? Riolu? Is dit de vette Riolu art? Of wacht, niet? Ik zie nog niks. Oh, nee. Oké. Okay. Ook niet als hij scherp staat. Nee, want het zal geen common zijn, die vette art van Riolu, of wel? Nee, dit is een full art. Een full alternative art. Ik vind hem echt leuk. Riolu. Magneton. Glawitzer. Graveheart. Florgus. Greedent. Vivion. Switch. Zangoose. Indeedee. Ja, dat zou best kunnen zijn, Ring. Zien op vakantie in Vietnam. Ja, man. 10. Sander en ik hebben vandaag weer 3 afleveringen van Harmony opgenomen. Yeah. Ja. Nice. Ik loop een beetje achter. Dat geeft niet. Ja! Yeah! Ik heb een Aeron. Nice. Okay. Dat einde. Dat einde was best oud, maar ik had meerdere oude momenten in de afleveringen die we vandaag hebben gemaakt. Dark Energy, Mankey, Charcadet, Capsicat, Potion, Peach Court, Sandaconda, Katie, Lucario, Sandile en King Gambit. Het is wel duidelijk dat je dus inderdaad alleen maar Pokémon kan poelen die ook in Scarlet en Violet zitten. Ja, Isa, ik heb de Magikarp Water Bitch genoemd. Want Water Onix was al gedaan door Paddy volgens mij. Ik heb al een aantal keer Water Onix gebruikt. Oh, nou, sorry hoor. Maar hoezo doe je... Jij bent de master der Water Onix. Jij moet hem wel Water Onix noemen. Ja, eigenlijk had ik hem Water Onix moeten noemen. Ja. Inderdaad. Ik zou hem eventjes Pokegen, of hoe noem je dat? PKX'en. Even aanpassen. Ja, eigenlijk wel. Weet je wat, ik ga gewoon weer opnieuw beginnen. Ja, heel goed. Ponyard, Wiglet, Tootskool, Daxbun, Torkoal, Scovillain, Mankey, Youngster, Meowskradaradada. Wat een kutnaam. Ja, goeie naam. Is goed, Isa, zou ik zeker doen. Oh, je moet de groetjes doen? Nee, die zei, hij vond het de naam inspirerend en hij gaat het onthouden. Wacht, Water Onix? Ja. Of, kijk, dat... Nou, hij zei het gewoon in het algemeen, dus ik neem aan Water Onix. Anders neem ik er geen genoegen mee. Nee. Level 18. Fire Energy, Buizel, Energy Retrieval, Lechonk, Slowpoke, Staraptor, Electric Generator, Wugtrio, Dondozo, Sea Titan en Miraidon. Miraidon eats nuts! Zijn we zo laag gezakt? Ja. Okay, is het nog zakken als je altijd op dit niveau bent? Fair enough. Alsjeblieft, yes, het is een Dustox. Toch niet zo blij? is dit stream only of ben je aan het opnemen? Nee, ik ben niet aan het opnemen, Bradley. Oh, die van mij is niet stream only. Lightning Energy, Sandile, Houndoom, Fido, Scatterbug. Oinkalone, Breloom, Kiloetrol, Mousel, dat is zo cute. Alternate Art Sandile en Houndstone. Ja, die is gaaf. Deze is vet.
Dit is echt een vette kaart. Hij is zo clean. Ja. Vind ik. Die is echt net een foto. Dat is wel echt nice. Dit is een hele vette kaart. Holy crap. Ja, die Judith gaat wel heel hard inderdaad, Bretty. Gaat hij ook lekker? En gaat hij ook los? En doet hij het ook allemaal? Ja, ze doen het allemaal. Nou, het belangrijkste is dat hij veilig is. Ja, daar is geen antwoord op, hè? Nee, ik zie al hoe het is. Daarvoor moet je bij Paddy zijn, Sander. Wat? Hoe duur die sandal was? Dat viel voor mij best wel eens mee. Hij is wel een hartstikke cool voor art. Hoe duur is de duurste van deze set? Want het is een base set, dus het zal niet mega duur zijn, denk ik. Sandal is €2,50. Oké. Okay. En de duurste van de set? De duurste van de set... Oh, blijkbaar is dat hier zo. Is dat Miraidon EX. Ja. Die is €58. Ja, zie je. Het is een base set. Dus dat heb je meestal. Degene waar ik het eerder over had, die Miriam Alternate Art. Ja. Die is €50. Oké. Dus heb je nog meer allemaal Alternate Arts van andere kaarten. Ja, precies. En die van mij is nu ook gedropt naar 20, zo te zien. Mag geumpend worden, Bradley. Dat moest ik nog allemaal veranderen, maar ik was het vergeten. Zit er Rainbow Rares in deze set? Niet wat ik gezien heb. Ja, dat dacht ik al. Watrol, Zangoose, Krogunk, Dedenne, Judge. Oh. Ja, klopt, Sander. Floatzel, Team Stargrunt, Energy Retrieval, Squavet, Coquavel. Huh? Ik heb er één gemist. Nee. Kokwevel, oké. Okay. Duidelijk, King. Die zag echt zo, ik heb er eentje gemist al twee keer op die kaart aaien van, wacht. Wat? Ja, ik dacht van, volgens mij heb ik maar één, oh nee, ik heb gewoon echt niet goed opgelet, nou ja. Thanks, Bradley. Bradley Cooper? Nee, maar dat is wel eentje uit het gebied van Tilburg. Van dicht bij vroeger, zeg maar toen PRND nog bestond. Mm-hmm. Bradley keek toen. Ik weet het. Metal Energy, Drifloon, Spirigatito, Flittle, Seafiper, Heracross, Crocodile, Flamigo, Katie, Go-Goat en Iron Threads EX. Dit is de stofzuiger, Donfan. Ja, de stofzuiger inderdaad. Wacht, hij kan mij echt heel simpelweg gewoon niet hitten als ik een ghost Pokémon heb. Dat is wel geestig. Ja, dat is wel. I like that joke. Okay. I like that joke, kan ik hem nog lachen. Psychic Energy. Ik snap nu waarom jullie allemaal bij mij komen. Wat is er aan de hand? Nou, één gast is aan het streamen nu. Mm. Hij speelt alle Pokémon games achter elkaar uit. Live. En nu is hij, denk ik, een break aan het nemen voor Ramadan. Omdat hij nu aan het eten is. Oh, en heeft hij mijn jou stream aangezet. Ja. Ah, geraid. Ja, een soort van. Soort van red. Host. Nou ja, Switch. Fuecoco. Tropius. Lucario. Rock Chestplate. Sea Titan. Meditite. Tarantula. En Toxicroak EX Full Art. Ooh, show me that thing. Ooh. Ja, best wel gaaf. Dus Bradley, dat is Milan van Shine Sprites en voorheen was dat Justus Perkamentus. Nou jongens, gok maar hoe duur die Toxicroak is. €3. 7. 2,60. €2,60. Dikke hoef.
Dat betekent geen hardcover voor jou. Vanaf welke prijs zijn ze een hardcover waardig? Weet ik veel. Een euro of 10, of als ik hem heel mooi vind. Is dat die Sandel? Ja, die vind ik gewoon heel mooi. Ja, precies, snap ik. Jij had die Aaron als encounter, hè? Aaron. Je bent er al, joh. Ja. Hij is een speedy. Speed Gonzales. Darkness Energy, Houndour, Sea Turtle, Magikarp, Magnemite, a Fortress, Rocky Helmet, Amabo Stiff, Crocolore, Crocodile en Cloth. Die lijkt op die PC van Totally Spies episode waar zo'n PC de wereld wil overnemen. Wat die, die Donphan. Nee joh, die zag er heel anders uit. Volgens mij was die groen en die was fucking eng, die van Totally Spies. Ik weet wel precies welke aflevering je bedoelt, Sandring. Maar Chop is dood. Oh, dit is een cakewalk, joh. Ja? Ga je op de taak lopen? Ik hoorde een Willowis bovenop en het is dan even uitstallen. Hij kan me helemaal niet hitten. Wajo. Een Water Energy, een Pokeball, een Rotom, een Pelpet, een Flabébé, een Flavi. Jongster, Blissey, Lechonk, wauw. Lechonk en Lechonk, twee verschillende Lechonks. Dat is wel ziek. En Professor's Research. Oh, die maken ze toch ook elke keer weer opnieuw, hè? Ja. Goed. Ook een professor, hè? Ja, dat is waar. De eerste helft is klaar. Ben je tot nu toe blij met wat je hebt? Ik zal het eens eventjes... ik heb deze Toxicroak, de Iron Threads, de Sandile, de Corridon EX, de Gyarados EX, de Spidops EX. Deze Arcanine EX is tot nu toe echt wel mijn favorite. Die is gewoon episch. Thuis die op YouTube kijken, het is een uncut version, dus dan weet je dat. Dus als jullie nou een hele hoop content missen over waar ik en Nando het over hebben, we zijn bezig met een hardcore, dus ook een stal 2 in Gen 3. Precies. Jo. En dan kan je genieten van hoe Milan de doos openmaakt. Precies. Niet een verkeerde context opnemen, alsjeblieft. Ja, daarop zeg ik het juist. Goed, dan gaan we bezig met de tweede helft van de box. Milan maakt zeker een doos. De linker of de rechter? De linker helft. Dus je hebt de rechter al gedaan? Ja. Oké. Okay. Dat is meestal hoe dat werkt, als je links nog over hebt. Ja, maar ik wist niet of je zo, dat je links zei van ik heb links al gedaan. Of ik Oké. Dobre. Dobre sweep. Heb je een Abra gevangen? Ik had in Gen 2 had ik een Abra. Ah. Een Psychic Energy, Energy Switch, Faroom, Clauncher, Skiddo, Miriam, Spiritomb, Ultra Ball, Tandemouse, Pachirisu en Refroom. Refroom! Thanks voor de follow, Rick. Graag gedaan. Oh. Nu weten jullie dat ik een spoof account heb. Heb jij een spoof account? Ja.
Sander zei van, je moet de pauze tussen de pakjes in gewoon skippen. Dat zeg je toch niet, Sandring? Denk aan mijn watchtijd. Ja, je moet dan zeggen knippen, Sandring. Nee, dat ga ik niet doen. That I'm not going to doing. Niet skipping. Not skipping. Niet eens skippyballing. Okay. Skippity bop bop. Inderdaad, veel psychic energy, dat klopt. Fighting energy. Toxel, Ralts, Growlithe, Shuppet, Shaq, Floragato, Zangoose, Magneton, Wugtrio en Cyclozar. Ik krijg een stiekem berichtje van de Sandering. Hij wil vast niet dat ik dat nu zeg. Oh jawel. Hij wil dat eventjes gementioned worden. De Traitors heet het, Sandering. Nando, wanneer kunnen we subben? Als ik genoeg volgers heb. Ik heb niet genoeg volgers. Heb je de rest wel genoeg? Ja, je kan bij Paddy subben. Die heet Suira. Dus S-U-Y-R-A. En je kan ook naar Milag gaan. Dat is ShineSprites.nl. Hoofdletter S-H-I-N-E. Hoofdletter S-P-R-I-T-E-S. En dan hoofdletter N-L. En die is nu Pokémon pakjes aan het openen. Dat klopt, ja. Wat is Floricato? Dat is die evolutie van de Grandstarter. Spirigatito. Ja. Fire Energy, Quaxly, Squawvet, Charcadet, Lechonk, Espartra, Arven, Cacturn, Wiglet, Spirigatito en Palmet. Ja, gaat goed, Alex overdosis. Alex overdosis? Die heb ik nog nooit gezien in dit chat. Hij moet hier een doosje afhalen. Ja, waarschijnlijk. Ja, dan is het gewoon even dosis. Dat is hoe dat werkt. Even kijken, move Pokémon. Wat is nou zijn Pokémon die ik voor daar graag mee wil? Ik wil je dat niet zeggen, want anders word je gemute worden. Ja. Metal Energy, Tandemouse, Smoliv, Primeape, Palmy, Stonejourner, Penny, Medicham, Professor's Research, Riolu, weer niet de goeie, en Scaladrich. Ja. Scaladrich. En Paddy is een hele aardige gozer, Rick. Ik denk dat jij hem ook wel mag. Nee, kut! Nee! Nou, dat is een goed voorbeeld van een aardige roze zijn. Ik ging terug naar het stadje in de boot, terwijl ik de andere kant op moest. Oh, je moet de XP share nog halen, Paddy. Dat ga je nu doen, dat is toch handig? Nee, ik heb rare candies, maakt niet uit. Oké, valspelers dus. Oké, basic energy. Starly, Tarantula. Ik deed ook rare candies, op, maar grapje. Wetrol, Krokorok, Messagosa, Drifblim, Defiance Band, Torkoal, Drifloon en Toxicroak EX. Maar dan niet de full art. Alleen als je KK zegt in de chat, Rick. En Freddy is heel aardig, dus je moet wel even lief tegen hem zijn. Ja. Ik ben een gevoelige jongen. Ja, jongen. Uh-huh. Ik zit midden in een depressie. Alweer? Je kan later op me subben als ik genoeg volgers heb. Maar is het alleen de volgers nog die je nodig hebt? Ja, of... en ik moet dan weer 7 dagen in de week gaan streamen of zo. Ja, en watchtime en zo. Je moet echt 3 dingen. Dan moet je in een maand meer 20 uur gestreamd hebben of zo. Voor mij 3 vaste kijkers en zoveel volgers. Ja. Okay. Dark Energy, Tarantula, Riolu, Magneton, Clawitzer, Quaxwell, Expecher, Toadscruel, Staravia, Drowsy en Annihilate. Ing. Goeie. I love Annihilate. Ik ook. Maar waar is mijn boy Wochin? Die is geband uit Pokémon überhaupt. We gaan
gaan die niet eens meer, we gaan die niet eens meer acknowledgen dat het een Pokémon is. Kutslak. Ripslak. Ja, maak er Escargot van. Water Energy, Mankey, Squawkabilly, wat een kutnaam. Capsicat, Alolamola, Tatsugiri, Nestball, Pachirisu, Bedenne. Woyo! Die is episch! Oeh, rare candy. Ja, een gouden rare candy. Deze vind ik heel vet. Dit is de vetste gouden kaart die ik heb, denk ik. Let me search him for you. Oké. 47. Oké. Zegt dat wel dat het de enige juiste antwoord is wat Jordi zegt? Ik moet meer gaan streamen, dus. Oef. Nog meer tijdsbesteding. Ik zie niet veel meer te doen, hè? Nee. Een counter op route 110. Dat is niet 111. Ik ga tegenwoordig gewoon even van tevoren alle routes even googelen wat mijn counters kunnen zijn. En misschien dat ik ze dan even kan manippen. Ja, want jij bent wel zo'n manippen. Er worden sommige mensen boos van. Nee, ik bedoel dat ik dan bijvoorbeeld zijn level, ja, is een level range. Ik snap hem. Alleen. Ja. Ja, Fire Energy, Graveheart, Machief, Pawniard, alle beesten in de van de Pawniard die houden van dansen, Wigglet, Cyclosaur, Fatality Band, Toxtricity, Ultra Ball, een Alternate Art Scovillain en Arbaliva. Ja, kijk, dat is nou een dingetje. Plussel is level 13, ja? Dan zou ik op level 12 moeten zitten, denk ik, met mijn repels. En dan kan ik nog steeds een Puzzle tegenkomen, een Oddish, een Gulpin, een Minum, een Poochyena. Nee, maar geen Poochyena, en een Electrike. Dus dan is het nog een guaranteed Puzzle. Wat komt er dat ik niet knip, Sander? Maar ik doe mijn best. Even kijken, wat heeft jou toen overtuigd om nu te gaan streamen? Paddy heeft me overtuigd om te gaan streamen. Fighting. Oh, nou had hij mij de schuld lopen geven, hoor. Hoezo? Dat is toch een compliment? Ja. Yeah. Palmo, Tootskool, Rotom, Chansey, Picnic Basket, Bombeerdeer, Hypno, Shroomish, Magnemite en Armourouche. Kijk, 24. Wat nog meer? Hoe heb ik Paddy ingehaald? Geen idee. Heb ik Paddy ingehaald dan? Wacht, ben je verder dan ik? Oh ja, verder dan mij. Ja, ik heb de rij vol gedaan. Blijf achter hem, want dat geeft hem hoop. Ja, dat kan. Ik heb het is een Gulpin geworden. Psychic Energy, Tootskool, Sandile, Houndoom, Fido, Mousehold, Crocolore, Florgus, Medicham, Meowscarada, Alucha. Pokémon. Ja, inderdaad, wat Jordi zegt, Rick. Ik heb met Jordi heb ik een Yu-Gi-Oh! Progressieserie gedaan op de Subpar Guys. Je weet wel wat de Subpar Guys is. Dus die kan je wel gewoon vinden. Ja, die kan je gewoon checken. Ja, inderdaad. Daar ben ik ook regelmatig te zien. Inderdaad. Eens kijken. Metal Energy, Rare Candy, Fido, De Denne, Pineco, Beach Court, Sandaconda, My Sandaconda Don't, Katie, Perry, Citadel, Energy Search en Professor's Research. Maar dan een andere, nu het vrouwke. Nu het vrouwke. Oh, daar worden we blij van. We worden blij van vrouwkes. Ik wil trouwens Eevee gaan evalueren. Gewoon evalueren. Regelmatig in de betere series. Tuurlijk! Ik doe alleen maar mee aan goede series, Jordi. Ik weet alleen niet of de Elm Challenge, of ik dat een van onze beste series vind.
Maar er zijn ook challenges. Die doen we gewoon niet. Ik mag niet tijdens battles healen, dat is het verschil. En set mode. Oh ja. Nando, weet je wat er bijna uitkomt voor de Switch? Zelda. Dokapon Kingdom. Nee. Wel waar. Electric Energy. Scatterbug. Drifloon. Spirigatito. Flittle. Muk. Vivion. Daxpun. Smoliv. Nog een Smoliv. Dondozo. Dankjes, man. Jij ook. Misschien dat ik zo meteen nog even langs kom. Ben jij echt nu fan van Dokapon Kingdom? Ik heb het nog nooit gespeeld, dus ik heb geen idee. Oké, er is nog hoop. Maar ik ga hem wel halen, ik wil dan wel de nieuwste spelen. Kut. Ja, maakt niet uit. Als ze maar gewonnen erin hebben. Ja, dat is wel een must. Dark Energy, Flittle, Fuecoco, Drowsy, Nemona, Staraptor, Electric Generator, Wuxtrio, Coridon, Toadscruel en Indeedee. Ik denk dat ik die Nemona in ga lijsten en dat voor Paddy's verjaardag ga geven. Welke? Nemona. Jij bent wel zo'n Nemona. Ja, jij bent wel zo'n simp voor voor Nemona. Goed gepest. Nee, ik word helemaal niet gepest. Jij vond Nemona super cool, zei hij. Is ook. Nou, dat bedoel ik. It's a Viper, Houndour. Dat hoef je niet te weten. Sitorl, Magikarp, Tatsugiri, Scovelin, Torkoal, Houndour, Coquavel en Oinkoloon X. EXXXX. Lukt het? Nee, ik was het even kwijt. Maar misschien kan Rachel wel cosplay als Nemona voor jou, voor je verjaardag. Oh, ik heb wel eens een verhaal verteld over mijn Rachel die gaat cosplay te houden. Ik heb wel gezien dat jij de Joker was, dat zei je Harley Quinn, toch? Ja. Dat heb ik wel eens op een foto gezien. Is het een verhaal voor op YouTube? Dat weet ik niet. Jij gaat het niet meer plakken, dus... Ja, maar ik niet. Zwaar. Laat ik het zo zeggen, hè? Die Joker en Harley Quinn cosplay, want daar was het ook mee. Oh, nice. Weten jullie wat voor tatoeages Harley Quinn aan heeft? Nee. Nee. Een penis? Harley Quinn heeft, om het zo te zeggen, net onder haar bikinilijn. Ja. Yeah. Heeft ze Lucky You staan. Ja. Hè? Ik en mijn vriendin wouden wat gaan doen. We hadden echt weten. Het ging uit. Ik zag dat staan en ik schoot compleet in de slappe lach. Het stond echt zo, lucky you. Ik hield niet meer. Dat was echt een Fire Energy, Lechonk, Flabébé, Growlithe, Staravia, Judge, Floatzel, Team Stargrunt, Rocky Helmet, Toxtricity en Penny! Full art. Oeh, nice. Oeh ja. Oh. Die moet ik ook even opzoeken natuurlijk, hè? Ja. Die ook wel waar. Tientje. Oeh, dat is hardcover range. Dat is niet slecht. Ik denk dat dat tot nu toe de duurste is die ik gepoeld heb. Nee, dat is de Arcanine. Oh, nice. Goed zo, Arcanine. Echt kijk, Electric Gym. Neem de Dustox, neem we niet mee. Is niet kade al dan. Ja, het is een ground type. Als het evolueert, politie is een ground type ding. Moet ik Shed Ninja bannen, by the way? Shedinja, nee, dat is ook gewoon een Pokémon. Waarom zou je die... Hij zal snel dood zijn, maar hij telt wel gewoon. Ja, omdat je heel veel dingen best wel kan cheesen met zijn ability. Nou ja, dat is toch alleen maar mooi. Ja, het is ook, hij is super frail, dus hij kan ook zo dood. Dat klopt. Je moet maar even niet opletten en hij is dood.
Kijk, dat is mijn zwakte, even niet opletten. Ja. Fighting Energy, Magnemite, Energy Switch, Vroom, Clauncher, Breloom, Kilowattro, Greedent, Tootscrew, Pokégear 3 en King Gambit. Watson. Watson. Kijk. Ah, maar goed dat ik die berry had gekregen. Ja, altijd die berry, hè? Ja, die berry. Is electric super effective voor Bug? Nee. Psychic Energy, Ralts, Tandemouse, Pokekeer 3, Floette, Lucario, Rock Chestplate, Sea Titan, Florgus, Graveheart en Caridon. Nog één pakje te gaan, boys. Eentje? Op de Barnyard, ze houden van dansen. En ze vieren feest waar het maar kan. Ja, nog één. Dat is letterlijk gewoon een sound effect. Jazeker, één. Bro, niet hard. Zeker, ring. Zekering. Dat zo met elektriciteit, een zeker ring. Oké, het laatste pakketje. Er zit zo'n triple ultra rainbow golden spupa in. Goed. Metal energy, als je het doet. Kom op, eventjes voor het laatste pakje even scherp stellen, boys. Je kan het. Zijn jullie er nog? Ja, ja, ja. Oh, oké. Ik dacht, jullie zijn opeens weg. Metal Energy, Skidoo, Quaxly, Squawvet, Charcadet, Crocodile, Flamigo, Fortress, Fliddle, Arfen en Slowbro. Dat was hem voor vandaag. Wel een paar leuke pools. Ik zal eventjes alle goede pools laten zien. Dit is Penny van die market, zo'n Penny market. Oinkalone EX, Scovillain Alternate Art, Golden Rare Candy, Toxicroak EX, Spidups EX, Gyarados EX, Caridon EX, Sandile, Iron Threads EX, Toxicroak EX en Arcanine Alternate Art EX. Kabooming. Nice. Ja, die Arcanine, dat is mijn favoriet. Ja, mijn ook. Die is echt vet. Nice. Toewa. Ik denk dat het een handig idee is dat we allemaal naar of naar Nando's of naar Paddy's stream gaan. Gezellig. Dan log ik in ieder geval deze stream uit, maar ik ben wel gewoon in de speech bij de rest. In de call. Gewoon in de call, gezellig. Gezellig. Dan zie ik jullie de volgende keer. Adios, amigos.